Voorzitter, ik dank de initiatiefnemers voor het schrijven van deze wet. En de heer Quint zit hier tegenwoordig met enige regelmaat, dus die heeft er blijkbaar veel plezier in om initiatiefwetten te schrijven. Ik ben benieuwd naar zijn volgende stap die hij hierin gaat zetten. Maar ik zal ook eerlijk zijn, wat mij betreft was deze initiatiefwet niet ingediend. En het is van groot belang dat voor het Nederlands onderwijs dat leraren zich organiseren in een zelfbewuste professionele beroepsgroep. Daar zijn alle partijen in deze Kamer het volgens mij ook mee eens. Daarom hebben we in het regeerakkoord ook gekozen voor een goed functionerende beroepsorganisatie. De afgelopen jaren is er veel tijd gestoken in het creëren van een goede beroepsorganisatie, maar we hebben moeten concluderen dat dit onvoldoende gelukt is. Daarom hebben we de stappen met betrekking tot de onderwijscoöperatie genomen en is het lerarenregister in de ijskast beland. En dat vind ik jammer. Dat vindt mijn partij jammer. Maar voorzitter, dit betekent niet dat we alles wat we tot nu toe gedaan hebben moeten weggooien. Er is een infrastructuur neergezet voor een modern register en we moeten ook niet vergeten dat veel leraren zich vrijwillig hadden ingeschreven. Het heeft daarom helemaal geen functie om het nu uit de wet te slopen, want we moeten zorgvuldig omgaan met het goede. Het moet straks van, voor en door de docent zijn. En gelukkig, voorzitter, is dit precies de spreektekst of de tekst die in het regeerakkoord staat en waar 4 handtekeningen onder staan. Want zo bieden we een kans om de beroepsgroep te versterken en bekwaamheid mee te laten tellen. En voorzitter, we weten toch allemaal dat er ontwikkelingen gaande zijn met het lerarencollectief. En waarom zouden we een broedende kip zo gaan storen? De heer Beertema. Ja, voorzitter, ik vind het echt verbazend wat er nu aan de gang is. Kamerbreed en vooral heel breed in de beroepsgroep is het lerarenregister zo ongelooflijk onttakeld. Ik heb het idee dat meneer Heerema hier, hij heeft het over broedende kippen, er is geen kippenhok meer. Dat is ingestort. En waarom hoor ik hier nou een pleidooi om die ruïne van dat kippenhok toch overeind te blijven houden, terwijl het door hetzelfde kabinet waar de VVD deel van uitmaakt in de koelkast is gezet? Waarom is het in de koelkast gezet? Omdat het niet werkt, omdat er geen draagvlak was. En dan hoor ik toch van, wat wilt u nou eigenlijk? Ja, voorzitter, op dit moment is er een lerarencollectief bezig met van voor en door om juist iets op te bouwen vanuit waar zij denken dat een register en de beroepsgroep aan zou moeten voldoen. Ik denk dat het heel verstandig is juist om de basis die we hebben in de wet te laten staan. Ik heb u proberen uit te leggen dat de VVD juist voorstander is van een lerarenregister, de professionalisering van de beroepsgroep, zoals we het ook bij het BIG-register bijvoorbeeld zien. Bij andere beroepsgroepen is het ook heel normaal om zo'n register te hebben. Dus ik denk dat dat verstandig is om te doen. Ik deel niet uw mening dat het een ruïne is. Ik zag nog een niet onbelangrijke speler in het veld, zoals bijvoorbeeld de AOB voorbij komen. Die zegt, nou, wij zijn niet voor deze initiatiefwet. Nou, daar schijnen nogal wat docenten bij aangesloten te zijn. Dus dat het een grote ruïne zou zijn, voorzitter. Nee, dat deel ik niet. Voorzitter, ik deel de mening van de VVD dat het register noodzakelijk was en blijft. Maar het hele proces zoals het dat heeft afgespeeld, en u noemt de AOB die daar een enorme hand in heeft gehad. Ja, die AOB is niet, staat niet bekend om de representativiteit van het werkveld. Dat is juist een van de spelers, een van de usual suspects zou ik zeggen, die het hele proces hebben bedorven. Dus ja, ik vind het heel onverstandig van u om juist die partij te noemen als representatief, want dat zijn ze niet. En ik vind het ook heel onverstandig om na dit hele onverkwikkelijke proces wat we hebben gezien, dit toch overeind te willen houden. Het riekt ernaar alsof de VVD bang is voor gezichtsverlies. Ik zou willen aanraden, dat gezichtsverlies komt pas echt als u hiermee doorgaat, want dat draagvlak is er niet, komt er niet, de boel is besmet. Ik zou de VVD willen oproepen, hou ermee op. Hou ermee op en we praten er niet meer over. Voorzitter, we hebben een stap genomen met betrekking tot de onderwijscoöperatie en dat was de stap die wij hebben willen nemen. Daar zien we nu dat het in de ijskast zetten van het lerarenregister, wat een aantal collega's ook zo heeft benoemd, voor ons het hoogst haalbare stap was. Wij willen niet verder gaan, dus wij vinden het goed om dat lerarenregister op deze wijze in de wet te behouden.
Nog even terugkomend op de AOB als representant van het onderwijs. Nou, ik ben ook geen fan van de AOB, maar ik vind het wel interessant om te zien dat er toch wel flink wat docenten bij aangesloten zijn die daar een mening over lijken te hebben en dat ook naar ons toegestuurd hebben. Daarom heb ik de AOB hier genoemd, niet als dé representant van het onderwijs, maar wel als een organisatie waar een aantal docenten bij is aangesloten.